Mijn naam is Ivan Barbosa. Samen met Roelof-Jan Minnebo ben ik gastcurator geweest voor het ei-filmprogramma Blacklight. Hiervoor zijn we een doorlopend onderzoeksproject gestart waar we dieper ingaan op het thema de verbeelding van de zwarte identiteit in Nederlandse cinema. In deze serie gaan we in gesprek met drie acteurs die alle een belangrijke generatie uit de Nederlandse zwarte filmgeschiedenis vertegenwoordigen. Hoe hebben zij de verbeelding van zwarte identiteit in de Nederlandse cinema ervaren en wat zijn hun persoonlijke gedachten hierover? Jutta kwam voor het eerst in beeld met haar hoofdrol in de film Hoe duur was de suiker? Vorig jaar speelde Jutta in de eerste Nederlandse Netflix original Forever Rich. Daarnaast is ze een woordvoerder voor diversiteit in de Nederlandse filmindustrie. Ik ben Jutta, actrice, geboren en getogen in Rotterdam en liefhebber van mooie verhalen en mooie, complete personages. Bij Hoe duur was de suiker? Dat is een hele interessante eerste film waar ik aan heb meegewerkt, omdat het sociologisch gezien heel erg interessant was hoe dat allemaal tot stand kwam, hoe het eraan toe ging op de set, wat voor dynamiek erbij komt kijken wanneer je zoiets draait in Zuid-Afrika en niet in Suriname. Luco Masra, Missie Japan. Ah. Ben je van Kukude? Te? Wakti, wakti. Me begi maisa nope gifu kunze apresina. Ik word altijd een beetje emotioneel als ik terugdenk aan die periode. Omdat het in Zuid-Afrika is gefilmd, heeft zo'n zware lading gegeven aan het proces achter de schermen voor mij. Omdat ik had eigenlijk nog nooit in een omgeving gewoond waarbij racisme in het dagelijks leven zo prominent aanwezig is. Het systeem apartheid zit nog steeds in het gedrag van alle mensen die daar rondlopen. Ja. Zwartheid, racisme en alles wat erbij komt kijken. Tijdens het filmen was ik wel emotioneel en was ik vooral heel erg bewust van, wacht even, ik heb hier heel veel over gelezen, maar nu ik hier in een car zit met een muilkorf om en mensen komen me net niet vaak genoeg checken of ik wat wil drinken. Iedereen bekommert zich wel, maar toch net niet genoeg voor iemand die met een muilkorf als zwarte vrouw uit Nederland met een Surinaamse achtergrond deze rol nu aan het vertolken is. Dat was voor mij al veel meer dan wat ik ooit had kunnen lezen in wat voor boek dan ook. Dat heeft voor mij echt iets anders gesparkt in mijn persoonlijke ontwikkeling. Er zijn zoveel verhalen, maar dan is er bijvoorbeeld een lunch. We gaan lunchen. De figuranten die zitten apart en de cast en crew zitten apart. De witte figuranten komen aanlopen in die kledij. En die zien dus een tafel met de cast en crew. En aan de andere kant zien ze een tafel met alleen maar zwarte jongens, de figuranten, de bootwerkers, de slaven, die daar zitten in hun kostuum. En zij maken de keus, waar moet ik gaan zitten? En ze gingen automatisch zitten bij de cast en crew. Ik zeg, we have an issue. There's a table with just the black extras and then there's our table. And they chose to come sit here. And I would prefer them going to the table they were actually meant to sit at. En de shock bij die mensen om te zitten naast dus al die... het was een mooi contrast om te zien. Ja, toch ook weer bewustmaking. Tuurlijk. Ja. Ik was benieuwd naar of er misschien een scène is uit die film die jou heel erg is bijgebleven. En misschien kun je ook vertellen waarom die scène is bijgebleven. Er zijn een aantal scènes waarvan ik denk van, daar zie je dus niet de liefde. If anything zie je daar de gitzwarte, ethisch niet goed te praten acties in die tijd. En die zo diep gaan dat het niet eens alleen maar bij die scène blijft. Maar waar ik ook nog iets meer over kan vertellen hoe het daarna ging op de set. Tijdens een van de avonden dat de slaven vrij hebben. Het is een groot kampvuur en iedereen is aan het dansen om het vuur heen. Uit frustratie om een andere situatie kiest zij een van de jongste jongens uit. Neemt ze mee naar de kamer. Mini zit voor de deur te wachten, want zij moet natuurlijk te alle tijden klaarstaan voor haar missie. Ze hebben seks in die kamer. Op een gegeven moment gaat die jongen naar buiten. Maar de oma van zowel Mini als die jongen, die ziet dit allemaal gebeuren. Het enige wat ze doet is ze spuugt voor de voeten van haar missie. En dat zorgt voor zo'n voor kortsluiting bij Sarit. En er moet een voorbeeld gesteld worden dat niemand
ooit in zijn hoofd krijgt om hier tegenin te gaan. Die ben je misschien al een oude vrouw. En op een dag zal ik alle namen van alle slaven schrijven. Trek je nog steeds? Is het zo van deze scène? De kracht van de zwarte vrouw, van Ashana, die daar staat en denkt van, weet je, wat je wilt doen, ik neem het wel. Ik neem het wel. Maar dan het heftigste moment vind ik, denk ik, dat zit me tot de dag van vandaag nog wel dwars. Dat we deze scène hebben gefilmd met allerlei figuranten eromheen. Het zijn Zuid-Afrikaanse figuranten. En je weet hoe het gaat in film. We moeten opschieten. Oké, dit zijn jullie posities. Daar kijk je naar. En dan goed, Ashana staat dan niet natuurlijk echt, ze hangt niet echt aan die boom. Het is gewoon een hokkertje of whatever. Maar op een gegeven moment, voor een bepaald shot wel. En dan is er bloed op de rug en het ziet er heel erg, het is heel erg grafisch. Ik kan me nog zo goed herinneren dat er ook kinderen bij waren. Goed, dat meisje wat je zag is denk ik een jaar of 6, 7. Maar er was ook een jongetje van 2. En dat letterlijk een luier om onder zijn lendendoek. Hij was heel erg aan het staren naar Ashana de rug en naar de situatie en het zwepen. En heel vaak was het dus niet echt. En één shot was het, hadden we wel dus dat bloed nodig. En het kind begon zo ontzettend hard te huilen. Hij was ontroostbaar. Dat trauma zit nu ook in hem. Want hij kan geen onderscheid maken tussen fictie en non-fictie. En niemand die daar echt heel erg, wat mij betreft, goed mee omging. Je hebt het gehad over de seksualisering van het zwarte lichaam. Je kan het hebben over representatie, maar je kan het ook hebben over het niet bekommeren. Dus je bekommeren om de emotionele bagage die je iemand meegeeft. Op die manier. Ja, de trauma's die je eigenlijk inflicteert, weet je wel. Dus echt, dat was echt heftig. En tot de dag van vandaag denk ik erover na, denk ik, sta je toch wel de plank mis eigenlijk. Je zou waarschijnlijk nu hebben ingegrepen. Heb toen ook wel ingegrepen. Oh, okay. Ik heb toen op een gegeven moment heb ik ook al gezegd van, hey, dit, weet je, haal hem weg. Hebben we hem nodig voor dit shot? Mensen zetten zich sneller in voor iets waar zij zich in herkennen. Ja. En een kind van 2, dat... Een zwart kind van 2. Ja, maar hoe ging het na deze film met jouw carrière? Op het moment dat je dus, waar we het eerder over hadden, verhalen moet gaan vertellen waarvan je denkt van, er ontbreekt een hele hoop. En dan zou je denken dat als je mij vraagt om een rol te vertolken en ik wil daar iets aan toevoegen wat alleen maar een verrijking zal zijn voor het personage, dat men daarvoor open staat. Maar ik heb ook heel vaak rollen gehad daarna, waarbij ze je wel willen voor het uiterlijk. Want dan kan je zeggen van oké, ik heb nu een zwart iemand neergezet. Maar dan toch voorzichtig zijn met wat dat dan inhoudelijk betekent. Dit vind ik dus een heel interessant ding. Oké, die manager, Forever Rich, dat is inderdaad een rol die door iedereen gespeeld had kunnen worden, ongeacht kleur of afkomst. Dus dat was inderdaad een verademing. Niemand pakt dit, hè? Niemand. 3-0, hè? 3-0. Niemand pakt dit in Nederland, jongen. Niemand. Dus dit blijft tussen ons. Vertel dit aan niemand. Zet niks online. Volg het niet op. Rich! Maar er zijn ook heel vaak momenten geweest dat je bijna denkt van, oh, wacht even. Ik mag een rol spelen waar het niet gaat om mijn huidskleur. En dan ben je heel erg enthousiast. Dan denk je dat de intentie daar is. De goede intentie is daar. Alleen is die nog steeds oppervlakkig. Je bedoelt de rol. De rol. En het zwart zijn. En het zwart zijn. Ja, ja. Ja. Want zwart zijn mag nu tegenwoordig. Ja. Zwart zijn, sterker nog, zwart zijn levert je heel veel op tegenwoordig. Voor de persoon die zwart is en voor de persoon die de film moet maken. Ik hoor heel vaak witte filmmakers nu klagen over het feit dat ze per se nu iemand van kleur in een film moeten zetten. Hebben, ja. Ja. Moet van het filmfonds. Dat moet van het filmfonds. En dus van, ja, maar ik wil eigenlijk gewoon op basis van kwaliteit dingen maken. En gewoon mijn creativiteit de vrije loop laten. En dit is toch eigenlijk wat we juist niet moeten willen. Interessant. Heb jij Nederlandse voorbeelden gehad? De voorbeelden die ik had, hadden gewoon
dat ja, beperkte zich eigenlijk tot ik zie jou op tv. Ja. Ja. Maar daar stopte het eigenlijk wel. Ik hoef niet per se op tv. Ik hoef niet per se op beeld. Het gaat mij vooral om van, oké, wat als ik dan op tv ben, wat doe ik dan? En het is belangrijk dat mensen begrijpen dat dat wat je wil bereiken, dat het niet altijd een soort van, oh my gosh, there's gonna be one that's gonna make it. Nee, je ziet dat hele traject van het struggelen om daar te komen, het racisme waar ze tegenaan lopen, keer op keer, groot en micro. Weet je wel, de subtiele varianten. Dus dat is allemaal kennis die je nodig hebt om te navigeren op een manier die voor jou gaat werken als zwart persoon. Dus het is denk ik heel erg belangrijk om vandaag de dag steeds meer te praten over hoe dat proces er dan uitziet. Zodat je de volgende generatie de kans kan geven om te upgraden. 3.0 en door.